Eerlijk gezegd proberen we het ook meer als een opportunity te zien. Of als kans. Een kans. En daarmee inderdaad te bepalen dat een aantal zaken misschien anders gaat lopen zoals dat het vandaag loopt. Denk daarbij aan verbindingen die ten zuiden van ons plaatsvinden. De tunnel, vaak over gesproken in het verleden. Ja, daar zouden wel eens wat vertragingen behoorlijk negatief kunnen uitpakken. En wellicht ook een verschuiving naar het noorden op kunnen leveren. En dat zijn wij dan hopelijk. Ja, want die tunnel, hè, de tunnel onder het kanaal door. Ja. Daar moeten dezelfde douanecontroles plaatsvinden. Dus dat treintje dat rijdt wel, maar staat op dezelfde plekken ook stil. En dat is het geval. En daar zul je ook zien op zo'n trein staan allerlei individuele ladingen. En al die mannen, dames die daar aan het stuur zitten, zullen elke keer weer een stop moeten maken. Daar waar bij ons een boot met 130, 140 containers door dat gordijn heen prikt. Het voordeel is ook dat u vaart onder andere op Blyth, dat is ten noorden van Newcastle, de meest noordelijke stad van Engeland. Ja, dat voorkomt natuurlijk dat er in Engeland heel veel kilometers gemaakt moeten worden. U bent al een aardig eind richting het noorden met uw vracht. Ja, klopt helemaal. Die lading komt vrij hoog noord aan, dus is daarmee al redelijk dicht bij de eindklant. En daardoor is het laatste stukje, de last mile zoals we dat dan in onze wereld noemen, die is verkort en daarmee minder uitdagend. Een vernietigende stemming gisteren. Ja. We zagen de reactie van May. Wat dacht u? Ik moet zeggen, ik heb veel respect voor de dame in kwestie. In heel het proces wat ze heeft doorlopen. Dus ze is heel vasthoudend geweest. Maar ze kon eigenlijk ook niet winnen, wat mij betreft. Natuurlijk is dat een persoonlijke mening. Maar over het algemeen heeft ze het heel lastig gehad. De vraag is natuurlijk nu wat ze de komende 3 dagen mee gaat maken. En op dit moment de motie van wantrouwen waar ze mee te maken heeft. Asterix en Obelix zeiden het al. Het zijn toch rare jongens, die Britten. Ja, daar ga ik wel in die zin in mee. Je hoeft alleen maar te kijken naar televisie hoe het commentaar rond haar in het parlement plaatsvindt. Heel bijzonder. Ja.